Leesbeurs. Dit is de week van het nieuwe boek De Geest van Versailles van Emily Arendsuit. Wat je misschien nog niet wist, dat is dat Emily afkomstig is van Ninove. Een goede reden met andere woorden om haar uit te nodigen hier bij ons in de studio. Goedemorgen Emily. Goedemorgenmiddag. Ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. Met heel veel plezier. Zeg, dat nieuwe boek van jou, dat ligt nog maar een paar dagen in de winkel. En dat heet De Geest van Versailles. Waarover gaat dat boek? Het is eigenlijk een hervertelling van Notre-Dame de Paris van Victor Hugo. Dat is een vrij bekende klassieker, ook van de auteur van Les Misérables. En ja, dat is dus echt mijn favoriet boek aller tijden. En toen de Notre-Dame in brand vloog, dacht ik van, ik moet daar iets mee doen. Dus mijn boek is een hervertelling en gaat eigenlijk over een jonge man die verminkt is. En hij is de zoon van de lijfarts van Louis XIV. De Zonnekoning. En het boek speelt zich af in Parijs, 1687. Dus wij volgen de zoon van de lijfarts van de koning. En hij komt terecht in Versailles. En hij moet de koning helpen genezen, want hij heeft een speciaal talent. Maar hij mag nooit worden gezien. Mm-hmm. En dan volgen we ook het tweede hoofdpersonage, Catalina Amati. Zij is een straatmuzikante en op een dag wordt zij opgemerkt, want haar talent is enorm groot. En zij wordt uitgenodigd voor een muziekwedstrijd in Versailles, door de Zonnekoning georganiseerd. En ja, hun lot vermengt met elkaar en ze leren elkaar kennen. En ze moeten eigenlijk, ze merken dat Versailles eigenlijk niet zo verwelkomend is voor hun allebei. Mm-hmm. Als ik dat zo hoor, dan krijg ik al meteen zin om dat boek te gaan lezen. Hoe begin je eigenlijk aan het schrijven van zo'n boek, vraag ik me af? Dat is een heel proces dat je doorloopt. Allee, toch voor mij. Eerst komt natuurlijk het idee. Dus dat is bij mij begonnen met dit boek, met de Notre-Dame en met dat het mijn favoriete boek is. En dan groeit het, dus je begint... Bij mij begint het met het schrijven van een eerste hoofdstukje, een beetje aftasten van hoe voelt het en is dit een project waar ik mezelf aan zie verder werken. En als het goed voelt, dan ga ik neerzitten met pen en papier en dan begin ik eigenlijk aan een soort van planning en hoe dat ik de verdere hoofdstukken zie evolueren enzovoort. En dan langzaamaan verder beginnen schrijven. Als je begint te schrijven, dan kan ik me voorstellen dat je dat graag op een rustig plekje doet. Heb je dan zo ergens een favoriet plekje in huis om dat te doen? Ja, je hebt auteurs die graag op verplaatsing schrijven, zoals in een café of zo. Maar bij mij moet het rustig zijn. Ik schrijf liefst gewoon ofwel in de zetel met pen en papier ofwel achter de computer. Met de kat in de buurt. Hoe lang duurt dat eigenlijk als je aan zo'n boek begint voordat dat kant en klaar in de winkel ligt, zal ik maar zeggen? Dat is ongeveer een jaartje, dus met de redactieproces bij. Dus het altijd heen en weer versturen, correctierondes enzovoort. In welke categorie kunnen wij jouw boekje onderbrengen? Historische fictie. Je hebt al een aantal andere boeken geschreven, hè, want dit is je vijfde boek. Zijn die dan allemaal in diezelfde categorie onder te brengen of verloop je soms eens van categorie? Ik wissel graag af, maar ik denk dat ik nu wel zo mijn liefde heb gevonden voor historische elementen te verwerken in mijn boeken. Maar mijn eerste drie boeken waren fantasy, wel heel lichte fantasy, dus vrij realistisch met een tikkeltje altijd fantasy in. En mijn vierde boek was dystopian en dan nu historische fictie. Ja, je schrijft wel aan een aardig tempo, want je eerste boek dat kwam uit in 2020. We zijn 3 jaar verder, je zegt 1 per jaar. Dat lijken er me toch al iets meer te zijn ondertussen. Vanwaar die passie voor het schrijven? Ja, ik heb het gevoel dat ik schrijven nodig heb om te functioneren. Dat is een beetje zo een uitlaatklep. Hetzelfde met muzikant zijn of zo. Dat is gewoon een manier om je te uiten. En het voelt goed. En het is gewoon fijn om te kunnen verdwijnen in omgevingen die ik zelf creëer. En personages die ik zelf verzin. Nog even naar dat eerste boek. Als je daaraan begonnen bent, je hebt dat dan klaar, dan moet je op zoek naar een uitgever. Was dat een moeilijke klus om een uitgever te vinden? Ik ga niet zeggen dat dat makkelijk is, want uitgeverijen krijgen heel veel manuscripten binnen. Ik heb in mijn beginperiode eerst... Toen dat Het Hart van de Adelaar, mijn eerste boek, afgewerkt was. Dat was ook het eerste boek waarvan ik dacht van oké, ik heb iets afgerond waar ik heel trots op ben. En ik denk dat het misschien wel goed genoeg zou kunnen zijn om uit te geven. Want ik had daarvoor ook al
veel dingen geschreven die nooit het daglicht gaan zien. Mm-hmm. Dus ik ben dat beginnen opsturen naar de uitgeverijen waarvan ik dacht, oké, mijn boek past daarbij in het fonds. En uitgeverij Hemley Books was de eerste uitgeverij. Na ja, redelijk wat afwijzingen die zeiden van, ja wauw, wij willen uw boek uitgeven, want wij vinden het heel goed. En zo is dat allemaal in gang gezet geweest. Mm-hmm. Dus dat is toch eigenlijk niet zo evident om een uitgever te vinden. Dit boek, is dat dan bij dezelfde uitgever uitgebracht? Ze zijn alle vijf bij dezelfde uitgeverij. Dus er is toch wel een behoorlijk vertrouwen van hun kant dan ook naar jou toe? Dat vind ik wel, ja. Ik ben er heel dankbaar voor. Nog even naar dat nieuwe boek. Het ligt nog maar een paar dagen in de winkel. Er was ook mogelijkheid om vooraf te bestellen. Liep dat goed? Ik heb daar eigenlijk zelf zoveel zicht niet op, op de pre-orders en zo, omdat dat via de boekenwinkels werkt. Ik krijg daar later pas zo een overzichtje van de uitgeverij. Maar ik weet wel dat er heel veel mensen ja, enthousiast waren dat ze ook hun boeken nu stilaan aan het binnenkrijgen zijn, want hij ligt nu nog maar pas in de winkel. En waar kan het boek aangekocht worden, Emily? Zowel online als in alle boekenwinkels. Oké. Zeg, je zit echt niet stil, want dat vijfde boek, dat ligt nu nog maar net in de winkel. Je bent al bezig met een zesde boek, zei je daarnet in het vorige gesprekje. En voor één keer niet in het Nederlands. Nee, we gaan eens testen. We gaan de Engelse markt eens testen, hè. Ja. Hoe gaat dat dan als je Engels wil schrijven? Want dat is niet je moedertaal. Is dat makkelijk? Ik vind Engels komt voor mij heel natuurlijk, want ik spreek al van jonge leeftijd Engels en ik ben er ook mee opgegroeid. Dat is het voordeel van al die Engelse series en zo. En ik ben ook wel goed met talen. Dus Engels is voor mij eigenlijk, komt heel natuurlijk en heel gemakkelijk, daarom dat ik het ook een kans wil geven. Maar ik ga absoluut, omdat het mijn moedertaal niet is, extra veel Engelstalige mensen inzetten om na te gaan lezen. Want ik vind het wel belangrijk dat het dan ook wel degelijk geschreven ja, is. Ja. Dus dat zou wel eens wat langer kunnen duren dan normaal. Ik denk het wel, ja. Maar we kijken er nu al naar uit. Behalve dat boeken schrijven, heb je nog een andere passie? Daar gaan we het zo meteen over hebben. Studiogast vanmorgen is nog altijd Emily Arends. Ze heeft haar vijfde boek uit, De Geest van Versailles. Maar ze heeft nog veel meer in haar mars dan alleen maar boeken schrijven. Emily, je zingt ook en je speelt de piano. En zingen, dat doe je in een band, die heet Solitude Within. Dat doe je niet alleen, hè. Wie zijn daar je compagnons de route? Ja, wij hebben twee gitaristen, Quincy van Overmeijer en Jean-Paul Lafarge. En onze bassist Frede Lai en onze drummer Hans Sarrazijn. Hm. Welke soort muziek brengen jullie met de groep? Wij spelen rock-metal muziek met heel veel symfonische elementen. Ik ben natuurlijk ook eens gaan kijken bij jullie op de website. Dat laatste album van jullie, dat kwam vorig jaar uit, hè? Ja, dat is morgen, denk ik, 1 jaar geleden. En hoe is dat onthaald, dat album? We hebben eigenlijk heel weinig onthaal gehad. We hebben wel promotie gedaan, maar misschien niet genoeg. En we hebben ook gemerkt dat na corona, dat er heel veel in elkaar is gezakt. Het is nog steeds een moeilijke periode voor ons, ook voor vraag naar optredens en zo. Dus we zien wel dat er echt een deuk is geweest in de entertainment-industrie. Wat vind je zelf van dat laatste album? Wij zijn daar heel trots op. Ja. Wij vinden dat er wel progressie is van de eerste album naar de tweede. Mm-hmm. Ik heb daar een track uit klaarstaan, die heet Ice and Fire. Wat kan je erover zeggen? Ice and Fire, ja, dat is meer een van onze tragere nummers op het album. We hebben redelijk wat stevige nummers, maar Ice and Fire is een van de 2-3 nummertjes die iets trager is. Oké, we gaan er eens naar luisteren. Late at night, you lose the crown, you lose the fight. They don't know, the wounds are deep, the scars will show. Thank you.
ontzettend mooi. En dat doet mij eigenlijk een beetje denken aan Evanescence. Dankjewel, dat is een mooi compliment. Jullie hebben dat zelf geschreven, hè? Ja, wij schrijven onze nummers zelf. Ja. Hoe begin je daaraan? Zit daar gelijkenis in met een boekschrijver bijvoorbeeld? Eigenlijk zijn er vrij veel gelijkenissen aan. Ik heb ook al gemerkt bijvoorbeeld, als je echt geen inspiratie voelt, dat je soms gewoon echt moet neerzitten en zeggen van, ik doe het. Zowel met schrijven als met zingen, er zijn zo van die dagen van, het gaat niet, er komt niks nuttig uit. Mm-hmm. Maar je moet je toch forceren om ja, iets te maken. Mm-hmm. En dat doe je ook samen met je man, zei je me daarnet. Ja, we hebben de tweede album in onze studio opgenomen. En ja, ons proces is eigenlijk een beetje dat ik iets op piano maak, met zanglijnen. En dat ik dat dan aan hem geef en zeg van, kijk, schrijf daar eens wat gitaar en drum op. En we gaan eens kijken of dat daar een nummer in zit. Mm-hmm. En dan worden daar nadien ook de andere leden bij betrokken? Ja, we vragen hun input, ideetjes, aanpassingen voor drumlijnen bijvoorbeeld aan onze drummer of andere gitaarlijnen en we testen dat dan allemaal uit. Maar wij zitten niet zoals de gewone band allemaal samen te jammen tot er een nummer uitkomt. Dat is niet ons werkproces. Ja, dat is eerder dan iets wat jij rustig doet en nadien je man erbij betrekt. Voilà. Zo is het. Goed, jullie treden wel wat op, hè, in binnen- en buitenland. Hoe kunnen organisatoren de groep boeken? Zij kunnen alle gegevens op onze website vinden, www.solitudewithin.be. We hebben een promopagina en een contactpagina, dus zij kunnen daar ons mailadres van voor de boekingen terugvinden. Oké. Emily, ik wil je bedanken voor je komst naar de studio. Nog heel veel succes, zowel met het schrijven van boeken als met het schrijven van nummers en met de groep. Dankjewel. Radio Nienhoven.